Jongens, meisjes, dames en heren, luister. Dit is de echte Mario Kart. Dit is de Mario Kart van vroeger. Uit mijn kindertijd, 1992. Dit was zo vet. Je had 8 karakters. Ik nam altijd Koopa Troopa. En ga met die banaan. Nou ja, met die mushroom in dit geval. Boven had je het beeld waarin je raced. En onder had je het beeld van de map. Hoe gingen we ook weer... Oh, ik begin al met de verkeerde knop. Daar gaan we weer, jongens. Rick en die knoppencombinatie. Volgens mij kon je ook door de bochten slippen. Oh, ja. Moet ik alleen wel even de juiste knop vinden. Welke knop was dat ook? Oh, dat was deze knop, ja. Kijk, dan kon je zo... Oh, ja. Ja. Maar het gaat goed, jongens. Het gaat goed. Ik moet even inkomen, hè. Ik moet even inkomen. Laat me even inkomen. Yoshi, even uit de weg nou. Even weg. Yoshi, even uit de weg. Kijk, nice. Daar gaan we. Mop. Luigi, ik kom je halen, vriend. Ik kom je halen. Oh ja, dat was het ding van Luigi, hè? Luigi die kon gewoon altijd even een sterretje lanceren op je bakkes. Dat was heel irritant. Kom eens even hier. We hebben hier nou nog 1 ronde. Ik moet je even inhalen nou. Je gaat het niet weer doen, hè? Ja, zie je, hij gaat weer sterren. Ik blijf heel even achter. Luigi, stop met sterren. Stop met sterren. Ga je gewoon nog een keer sterren? Oké, we gaan er langs. We gaan er langs. Lekker. We zijn er langs. Oh, dan moet ik niet over mijn eigen banaan rijden. Nice. Nice, worden we eerste. Gaan we het redden? Gaan we het redden? We redden het! Oeh, Luigi was echt super dichtbij. Oh ja, ik weet dat het Luigi is, guys. Maar ik vind Luigi leuker. Hoppakee, rondetijden. Tweede ronde was het snelste. De laatste ronde was ook goed. En ja hoor, 9 puntjes in de Pokeroni. En we rijden vooraan. Oké. Kijken of ik die superstart nog kon doen. Volgens mij was dat vlak voor de tweede lichtding. Ja, stoplicht. Dat woord zocht ik. Stoplicht. Dat woord zocht ik. Oké, rustig aan. Rustig aan, Rick. Oh, niet te veel schommelen. Niet te veel schommelen. Ja, dit gaat top. Luigi is op achterstand gezet. Oh, ik ga nu door het gras. Dat is nooit de bedoeling. Dat is nooit de bedoeling. Moeten uitkijken voor Luigi. Oh. Ja, ik heb Luigi geraakt. Lekker. Luigi rijdt nu bijna als laatste. Maar weet je wat ding is? Opeens krijgt Luigi dan superpowers, hè? Dat is niet normaal. Die begint nu altijd iedereen in te halen. Want de computer die vindt dat Luigi gewoon tweede moet worden om het klassement spannend te houden. En dat gaat ook wel gebeuren. Kijk maar onder op de map. Luigi haalt letterlijk iedereen in alsof het niks is. Ik heb weer een paddenstoeltje neergelegd. Oh nee, een banaantje neergelegd bedoel ik. Ik heb niemand geraakt volgens mij. Ik ga lachen als we Luigi weer raken. Nee, Luigi raken we ook niet. Maar Luigi is wel lekker bezig. Kijk hem gaan, jongen. Let's go. Lalalala. Ik heb blijkbaar die banaan toch niet helemaal goed neergelegd. Want niemand is er overheen gereden. Dit is jammer. Dit is heel jammer. Maar wij gaan gewoon door. Wij gaan gewoon door. Ondertussen komt Yoshi ook wel aardig dichtbij, moet ik zeggen. En ik ben niet zo goed bezig, moet ik eerlijk zeggen. Ondertussen hebben we Donkey Kong, denk ik, met de banaan geraakt. Toch? Ja, kijk. Nice. Yoshi die komt aardig erbij, jongens, in deze laatste ronde. We beginnen Toad in te halen, want die gaat bijna op een ronde achterstand. Ik hoop niet dat Toad vervelend gaat doen. Nee, Toad gaat niet vervelend doen. Nice, ik hoop niet dat Donkey Kong vervelend gaat doen met een banaantje of zo. Ja hoor. Kijk, Yoshi is toch nog even poep gereden. Luigi wordt nu derde. Ja, nog net voor Princess Peach. Luigi is toch nog derde geworden, terwijl hij op een gegeven moment bijna laatste stond. Ja, we hebben stabiel gereden, jongens. We hebben heel stabiel gereden. Lekker race hier dit. 4 seconden voorsprong op de nummer 2. Zo doen we dat. En dat is top, want nu lopen we uit. Nu hebben we lekker al 18 puntjes te pakken. Hoppakeetje. En de nummer 2 en 3 hebben we allebei 9. Nu mogen we een klein foutje maken, jongens. Oké, ik ga kijken of ik een superstart kan krijgen, ja? Even kijken of ik die superstart heb. Ik heb die superstart niet. Helaas. Maakt niet uit, we gaan gewoon door. We leggen een banaantje neer. Je kon dus daar over die dingetjes heen springen, die hobbeltjes. En dan kon je daar dus extra items pakken. Oh. Ja, Luigi zit me weer op de hielen, hè? Je ziet het. Kijk, deze kan je pakken hier rechts en links. Maar ik wacht even met mijn paddenstoel tot ik op een recht stuk kom. Dan kan ik even lekker vooruit blazen. Kijk, hoppakee. Top. Ah, we gaan goed. Ik ken deze banen echt nog best wel behoorlijk goed uit mijn hoofd, moet ik eerlijk toegeven. Ik heb vroeger deze Mario Kart zoveel gespeeld. Ik was toen 6 jaar, jongens. Ik was 6 jaar toen ik deze Mario Kart voor het allereerste speelde. In 1992. Nou, dan kan je gelijk uitrekenen hoe oud ik ben. Want die vraag die krijg ik heel vaak van jullie. Ik ga een shortcut nemen. Hoppakee. Kijk wat een mooi shortcutje we pakten. Lekker. Daarvoor had je dus dat veertje nodig in dit level. Kijk hoe ver onze voorsprong is, jongens. Kijk dan. Luigi had ondertussen ook gewoon even heel makkelijk Toad in. Ja hoor. Easy.
Wat gaan we hard. We hadden bijna een ronde voorsprong voor... Nou, we hadden bijna een halve ronde voorsprong op Luigi. Onze laatste ronde was trouwens niet eens zo heel goed. Ja, dit was toch ook wel een heel fijn Mario Kart deel, hoor. En dit was ook gewoon de allereerste. Hiermee is het begonnen, jongens. Kijken of we nu wel de superstart hebben. Was er überhaupt een superstart in deze game? Ja, volgens mij wel, hoor. Maar volgens mij weet ik hem gewoon niet meer. Let's go! Dan moest je altijd heel kort de bocht om proberen deze twee speed-ups te pakken. Lukte nu helaas niet. Ik heb wel een rood schildje, dus dat is super chill. Als Luigi me nog een keer in gaat halen, dan heb ik gewoon een rood schildje voor zijn bakkes. Geen enkel probleem. Toad heeft het weer moeilijk, zie ik op de map daaronder. Die is weer aan het struggelen. Even deze ontwijken. Yes. En dan... Hoppakee. Eigenlijk moet ik ze allebei pakken, maar ja, helaas, dat lukt niet altijd. Go, go, go. Zorgen dat je niet onder die chomps komt, want dan ben je zo plat als een dubbeltje. Ik nam toch lekker risico. Ik vind het altijd leuk om risico te nemen. Hoppakee. Oh, oh. We moeten niet te veel risico nemen. We moeten geen foutjes gaan maken. We moeten wel scherp blijven, jongens. Rustig het bochtje om. Laten we nu gewoon even wel allebei die power-upjes pakken. Oh, die speed-upjes pakken bedoel ik. Kijk, dan hebben we gelijk alweer een aardig voorsprongetje. Moet zeggen... Dat ik dit... Ja, ik race nu niet super goed. Ik bots veel te veel tegen de randjes aan. Luigi, die maakt het me toch... Ja, die maakt het deze race wel iets moeilijker. Maar ja, hij weet natuurlijk ook dat ik nog dat schildje heb, hè. Let's go. Op. Oh, 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 oh. Rick, kom op. Luigi, die zet zijn ster in. Tempo nu, Rick. Je moet nu tempo maken. Nu maakt Luigi geen grappen meer. Hij maakt geen grappen meer. Go, 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 Toad. Koopa bedoel ik. We zijn Toad niet. Die halen we bijna in. Go, go, go. Go! Lekker! Oh, oh, nee, nee. Oh, nee, oh, nee, oh, nee. Pak de speed. Ja, lekker. Oké, we zijn weer veilig, denk ik. Hoop ik, hoop ik. Als tenminste Toad niet zo vervelend gaat doen. Let's go, let's go. Toad, wat ga je gooien? Oké, daar heb ik geen last van. Die kan ik ontwijken. Yes, yes. Waarom maak ik het zo spannend, joh? Dat is helemaal nergens voor nodig. Ah, die laatste ronde die was best wel goed. De ronde daarvoor die was niet zo best. Die was 2 seconden te langzaam eigenlijk. Maar we hebben het weer gefixt, jongens. 36 puntjes. Luigi staat op 21. Ja, de onderste vier die halen dus nooit punten. Dus die staan allemaal nog op 0. Mario, Bowser, Donkey Kong en Toad. Oké, dit is de finale. Eens kijken of ik nu een superstart kan doen. Nee, ik heb die superstart helemaal niet meer helder, jongens. Ik weet niet meer hoe die moet. Ik ben die totaal vergeten. We staan wel al gelijk een klein beetje voor op Luigi. Dus dat is super. Op deze fanatieke mooie kartbaan. Mop, muntjes pakken. Lekker. Hoppakee. Ja, nice. Mop. Dit gaat top, jongens. Dit gaat top. Oh, dit ging top. Dit ging top. Ik wilde hem eigenlijk schieten, Luigi. Maar mijn timing die was niet helemaal goed. Luigi. Luigi heeft volgens mij ook echt oneindige sterren, jongen. Hou op, hè. Hou op, vriend. Geen ster nu. Oh. Oh, ik had bijna een banaan op zijn bakkes. Zie je, hij heeft gewoon weer uit het niks een ster. Er zijn geen eens van die drie, van die vraagtekens. Waar haalt hij die sterren vandaan? Dit is niet oké. Hoe kom je aan al die sterren? Heb jij de maan beroofd of zo? Wat heb je gedaan? Heb je al Super Mario Galaxy lopen spelen of zo op de Nintendo Switch? Ik word bijna geraakt door mijn eigen groene schild volgens mij. Daardoor ben ik gelijk even van slag. Go, go, go. Oh nee, oh nee. Oh shit. Oh shit. Dit gaat helemaal niet goed. Dit gaat helemaal niet goed. We moeten er nu nog 2 in zien te halen. Hopelijk krijg ik een mooi itempie strakjes. Oh, kijk. Yoshi die is ook goed bezig, jongens. Oké, go, 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 go. Heb ik... Nee, ik heb geen mooi item. Nu moet ik weer rekening houden met die stomme sterren van Luigi. Oh, ik ben te gierig. Of niet? Of was dit juist een goede move? We moeten binnendoor nu gaan. Ja, ja, ja! Lekker. Een beetje risico aan het einde kan geen kwaad. Gewoon 5 keer eerste. Nice. Kijk, die laatste ronde, die was super snel. Maar mijn derde ronde was nog het best. We komen uit op de volle 45 punten, jongens. Luigi heeft er 27 en Yoshi die heeft er 18. En Princess Peach 5 en de rest heeft 0. Kijk dan, een gouden beker op je bakkes. Flesje champagne op in je handen. En klang, 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 klang. Eerste, geen probleem. In de Mushroom Cup Race op 100 cc. Dit is de beste Mario Kart? Of niet? Of is dat toch gewoon Mario Kart achter Lux? Jongens, doe in ieder geval even een blauw duimpje omhoog voor deze super oude Mario Kart video. Wil je nou meer Mario, Pokémon en andere Nintendo video's zien? Vergeet dan niet te abonneren op dit kanaal. En wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/rickatu. En dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!